Welkom bij Sewing After Hours. Wij zijn Magali van de Sewing Loft en Tamara van de Fashion Basement. En wij zijn hier met onze podcast en YouTube show om jouw naaimomentjes nog gezelliger te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sewing After Hours. In de vorige aflevering heeft Magali mij vragen gesteld. En deze keer mag ik dat even omdraaien en gaan mijn vragen naar u komen. Okay. Ik denk sowieso, om te beginnen, een beetje dezelfde vraag als van u aan mij. Wie is Magali en wat is de Sewing Loft? Okay. Ik ben dus Magali, ik ben 33 nu en getrouwd en mama van een hondje. En dan hebben we de Sewing Loft en de Sewing Loft is eigenlijk een stofwinkel met een stofwebshop. Waarbij dat we eigenlijk ons echt focussen op stoffen voor het totale look. Waarbij dat we ervoor zorgen dat hij eigenlijk echt gaat stralen in je eigen creaties. Hé. Dus de goede stoffen gaan combineren met de goede patroon. En dat doen we zowel met onze stoffen als onze fournituren. En dan hebben we ook een deeltje naailessen. Dus naaiworkshops, korte lessenreeksen en ook enkele online lessen. Dat is wat we doen. Echt een totaalpakket, hè? Ja. Ik ben ook echt heel fan van het feit dat je altijd zo goed benoemt van het is echt voor een totale look, want ik heb dat heel vaak als ik iets maak, dat ik dan denk, ah, superleuk, maar ik kan dat bij niks combineren. Ja. En ik vind dat echt, ik vind dat gat in de markt, ik zal het zo zeggen. Okay. Dus dat vind ik al persoonlijk heel leuk. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, en ik denk heel veel mensen ook, is hoe dat voor u begonnen is. Want ik weet dat, ik ken uw voorgeschiedenis natuurlijk een beetje. Ja. Maar de Sewing Loft bestaat nu denk ik 3 jaar, 3,5 zoiets. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe dat je eigenlijk met dat idee gekomen bent. Okay. Ik kom eerst sowieso uit een andere achtergrond. Ik heb lang in cosmetica gewerkt. Daarbij heb ik 11 jaar gewerkt bij Rituals en dan, daar had ik een functie dat ik eigenlijk ik was eigenlijk spa-manager. Dus ik maakte behandeling en ik trainde dat in Amsterdam, in Parijs, in Almere, in Heemstede. Ik was ook veel onder de baan, ik was ook veel ter plaatse aan het werk. En ik had altijd zoiets buiten mijn werk wat ik doe, waar ik ook enorm van gepassioneerd ben. Is het belangrijk dat je elk jaar iets doet waar je gelukkig van wordt. Mm-hmm. En ik ben altijd ook creatief geweest. En zo ben ik bij naaien terechtgekomen. Wat ik heel snel merkte in dat wereldje van naaien is, er hangt daar zo van een stigma over. Amai, naaide hij. Oh, hij dat gemaakt. En het ziet er vaak te zelfgemaakt uit als dat goed onder term komt. Dus toen ik begon met naaien, vond ik het heel moeilijk om mooie stoffen te vinden. Stoffen waarbij dat ik dacht, amai, daar word ik happy van. Want ik heb nogal een zwak voor prints. Bijvoorbeeld nu deze. Ik heb graag een printje. En dan was ook weer het probleem. Oké, ik vind een print, maar wat combineerde dat weer bij? Dus dat was een nood. Mijn eigen nood. Ja. En ik kocht overal wel iets, maar ergens vond ik zo, hier hebben ze een keer echt alles waar ik op zoek naartoe ben. Dus zo is dat idee lichtjes aan gegroeid. En er zijn verschillende punten op mijn pad gekomen. De La Maison Victor onder andere. En dat groeide. En dan dacht ik, het zou wat tof zijn, een webwinkel. En dan met een tijd dacht ik, alleen een webwinkel, alleen als je het doet, moet je het goed doen. Ik zie het altijd groot in mijn hoofd. En dat geeft vaak heel veel stress. Hetzelfde zoals wat we nu doen. Dan denk ik, amai, waar zat ik met dat idee? Of waar zat wij met dat idee? En toen dacht ik, als we het doen, doe het all the way. En zo zijn we dan uiteindelijk terechtgekomen bij die kazerne. Nooit idee van, ik ga hier een stofwinkel starten met naailessen. Allee, dat kwam er altijd maar bij. En ineens was dat idee zodanig groot geworden. Dan moest dat wel dat idee zijn. Maar minder ging ik niet tevreden geweest zijn. Allee, jij. Nee. Dus zo is dan eigenlijk de Sewing Loft ontstaan. En ik hou ook enorm van het gebouw op zich. Ja. Die oude kazerne, dat industriële. Dat vakmanschap dat naar boven komt. Zowel eigenlijk in onze aankleding als dan ook in onze website. Daar sta ik voor. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja, dat snap ik. Ik zeg dat te weinig. Ja, en dat is zeer terecht dat je daar trots op bent. Ja. Want je hebt het toch maar allemaal mooi gedaan met het idee, zoals dat je het in je hoofd had. Met al die dingen dat erbij gekomen zijn, gewoon ervoor gegaan.
Maar ja, goed, dus in mijn hoofd, we zijn er nog niet. En we hebben nog heel veel dat we naartoe moeten streven. Maar ja, we hebben al een goede basis. Zelf. Maar ja, je gaat er ook nooit zijn, want je idee wordt altijd groter. Hè? Ja, lastig. Hè? Okay. Nee, wat je daarnet ook aanhaalde, de La Maison Victor bijvoorbeeld, is op je pad gekomen. En ja, dat is iets waar ik denk dat heel veel mensen zo wel naar benieuwd zijn. Mm-hmm. Wat je daar juist gedaan hebt en hoe dat begonnen is, hoe dat je daar terechtgekomen bent. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik knaaide nog niet zo heel lang, nog maar een jaar of twee. Ik was heel erg fan van de La Maison Victor, omdat die heel helder zijn in hun uitleg. Mm-hmm. Als je dat vergelijkt met een burda, ja, als je nog niet veel kan naaien, dan is dat, ja, Chinees. Ja, absoluut. En dan, ja, het radarblad alleen al is heel moeilijk. Maar dus de Victor vond ik heel, heel tof. En dat was ook het eerste blad dat ik zo dacht van, oké, nu kan ik dat ook zelf doen, zonder een naaijuf erbij. En dat lukt me goed. En zij hadden een wedstrijd uitgeschreven waarbij dat ze een gastnaaister zochten. Wat dat die term inhield, geen idee. En mijn mama die zei, dat is het wat voor jou. Allee, schrijf je daarvoor in. Ik dacht, oh ja, mijn jongen. En de avond voordat de afsluit was, dat was een zondagavond, die zondagmiddag dacht ik, ah ja, ik ga me inschrijven, ik moest een filmpje maken. Dat heb ik gedaan, waarin dat ik mezelf voorstelde, waarom dat ik gastnaaister zou kunnen zijn. En daarin zei ik ook van, ja, kijk, ik ben een beginner. Het is enkel door jullie dat ik echt goed kan naaien. Dus dank u daarvoor. En ik heb zoveel vrienden ondertussen gemaakt. En ik had al mijn kledingstukken uit. Ik zei, kijk, dat is onze Rachel. En dat is deze. En dat is de Harriet. En dat heb ik gemaakt. En ja, dat klikte. En ineens werd ik dus opgebeld dat ik mocht gastnaaister zijn. Wat dat me dan ineens een golf van stress gaf. Want dan dacht ik, oh, ik kan hier filmpjes beginnen opnemen. Kan ik dat wel? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Dus heel veel bij hen oefenen, heel veel bij hen opzoeken, heel veel extra cursussen gevolgd. En dan, ja, wat heb ik daar dan uiteindelijk gedaan? We hebben verschillende tutorials opgenomen, alleen en met Céline dan. Céline was dan ook het gezicht van La Maison Victor. Ondertussen doet zij ook heel veel werk voor Fibermood. En dan, ja, die klik die zat daar. En dan hebben ze ook me meegevraagd voor de Libelle Winter Fair workshops te gaan geven. Dat was dan de eerste keer workshops geven aan 20 dames tegelijkertijd. Wauw. Hey, weer een stresske, hey, weer een stap dat je over moet. En, maar ja, ik zeg, alles gebeurt met een reden. En het is pas als je later terugkijkt, dat je snapt waarom dat elk puntje, ja, is gekomen op die plaats. Ja. Ja, en ik denk ook, je hebt daar juist ook aangehaald, je hebt heel lang in cosmetica gewerkt. Natuurlijk, dat zijn zo wat dingen die ook een beetje samenhangen. Alles heeft met je uiterlijk te maken, met mode een beetje. En cosmetica en mode, dat hangt zo wel samen. Hm? En ik vraag mij af, in hoeverre heeft dat bijvoorbeeld, dat deel uit je carrière, nu nog invloed in wat dat je doet? Oh, goeie vraag. Wat ik denk. Wat heeft dat nog van invloed? Nu, als ik dat deed, dan weet ik wel, als ik startte met naaien, dat heel veel van mijn collega's zijn, wat ga jij nu doen? Maar, kom. Maar het gevoel van kleur, denk ik, dat een belangrijk is. En dat had ik toen ook, als ik bijvoorbeeld maquillages deed, dat was iets minder mijn werk. Dan had ik altijd zo van, oh, ik moet de goede kleuren kiezen voor die mensen te doen stralen. Je wil altijd mensen met een goed gevoel naar buiten sturen. En ik denk dat ik dat heel erg meegenomen heb. Zowel eigenlijk in het helpen met stoffen kiezen als in de naailessen. Dus dat heeft zijn invloed. En ja, ik denk dat je altijd met een frisse blik blijft kijken naar de mode. Mm-hmm. Dat belangrijk is. Want ja, dat heb je wel in veel stoffenwinkels, met alle respect, maar die hebben zodanig veel stok dat alles soms een beetje duf en saai en oud wordt. En mm-hmm. Wij proberen onze stok wat kleiner te houden, dat het eigenlijk altijd fris blijft en dat er, ja, en dat je een duidelijk beeld hebt, een beetje. Ja. Ja. Ja, dat snap ik. En ik denk ook, want je hebt op managerniveau gewerkt, mm-hmm. Je hebt daar heel veel corporate business experience op gedaan. Oeh, ja. Ja, dat, ja, is, ja, ook, ja, gewoon is zo, hè? Ja, ja. Met het ontwikkelen van al die, ja, massages en ik weet niet hoe, ik kan het niet uitleggen, jij, ja, kunt dat keigoed uitleggen. Ja. Heeft dat ook invloed nu? Heb je het gevoel dat helpt mij om mijn winkel te runnen? Wel, sorry. Ik heb dat eigenlijk pas ontdekt, het ogenblik dat ik in die functie zat bij Rituals, dat ik ben heel goed in conceptueel denken. Ik kan heel goed
out of the box denken. En als ik dan een idee uitwerk, is dat altijd helemaal compleet. En daar heb ik heel veel speelveld gekregen om dat te mogen ontwikkelen. Dus zo waren we dan eigenlijk de eerste die bijvoorbeeld begon te masseren met warme schelpen, zeg maar iets. En dan kwam er een nieuwe lijn van producten. En dan dacht ik, oké, wat kunnen we daarmee gaan doen? Hoe kunnen we dat gaan omzetten in een behandeling, in een ervaring, in een experience? En ja, dat vond ik fantastisch leuk om te doen. Allee, ja. Maar wat dan verschillende mensen soms niet weten, is waarom is ook die een buiging gekomen. Ik heb toen een heel stom accident gehad. Mijn ene arm kan ik niet meer helemaal volledig gebruiken voor massage. Ja. En dan dacht ik, ja, maar geen probleem. Hoeveel passie dat ik daar ook voor heb. Ik heb nog passies anders genoeg. Ja. Dus zo ben ik dan eigenlijk ook terechtgekomen daarin. En ja... Als we nu nieuwe collecties bijvoorbeeld aankopen, dan probeer ik ook altijd in dat concept te blijven denken. Hè? Zodat ik denk, combinaties, maar ook ja, stijlen. Dat ik denk, dat is iemand meer romantisch, dat is iemand die wat meer stoerder is. Dat je ook die werelden terug kan vinden bij ons in onze stoffen. Ja, ik denk ook persoonlijk, je geeft aan van altijd dat zoeken naar de kleuren en de combinaties en zo, dat gevoel voor dat stijl en die kleur hebben en zo. Ik denk ook dat dat misschien al van jongs af aan meegegeven is. Mm-hmm. Want je bent ook opgegroeid in een heel creatief kunstenaarsgezin. Hè? Ja, 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 mijn ouders die hadden vroeger een winkel van schildersmateriaal en ja, hobbymateriaal. Hè. Dus mijn mama die gaf ook workshops van schabloneren en stempelen en kerstkaartjes maken en fimo-klei. En mijn papa die was veel bezig met restauratie en inlijstingkaders. Dus we hebben altijd heel veel met kleur bezig geweest. En mijn beide ouders die schilderen ook, hè, die exposeren. Dus bij ons is er heel veel aandacht altijd geweest aan kleur, aan kleurcombinaties. Aan, moet er daar wat meer wit bij? Moet er daar toch wat donkerder? Moet dat wat grijzer? Moet dat wat... Allee, ja, is die structuur goed? Dus ja, dat heb ik meegekregen van thuis uit. En allee, dat komt nu toch goed van pas. Ja, 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 want ik vraag mij ook vaak af... Had je toen al het gevoel van ik ga later iets creatief doen? Of is dat een beetje als een verrassing gekomen en dat je nu eigenlijk terugkijkt en denkt van nu, it all makes sense, maar toen dacht ik er misschien heel anders over. Weet je, ik heb een broer en die, dat is een kunstenaar. Weet je, die neemt metaal en die maakt een vogel van of die maakt, dat zit daarin. Hij geeft mij een blad, ik kan kunnen tekenen, maar ik ben geen... Mm-hmm. Begin in Michelangelo. Ik heb altijd heel veel geknutseld. Ik had heel veel dikke boeken in de vakanties. Dat mijn mama zei, kijk, mijn 100 en zoveel knutselideeën. Ik kon al het materiaal nemen, een aquarelpotlood. Wat hij zegt, juweeltjes maken. Magneten, mozaïek, van alles en nog wat. Maar dat was nooit iets heel specifiek. En dan naaien was ik altijd wel geïnteresseerd. Ik heb ook lang gebreid. Maar zo ben ik eigenlijk een beetje ook in dat naaien geglipt. Want ik was aan het breien. Ik wilde eigenlijk mijn brei beter kunnen afwerken. Ik snapte ook niet goed hoe dat een mouw dat zat. Ik dacht, allee, misschien kan ik dat wel afwerken met een naaimachine. Ja. En terwijl ik er dan mee bezig ben, doe ik mijn broek aan een kussen. Goed. En dan zijn we vertrokken. Maar nee, het is nooit echt het idee geweest van ik ga iets creatief moeten doen in mijn leven. Dat creatieve was een onderdeel van mij, maar nooit iets dat heel dominant was. Ja. En ondertussen, ja, de Sewing Loft, winkel, webshop, cursussen, workshops, een heel totaal plaatje. Je zegt daar juist, ik heb naar mijn gevoel, ik ben er nog niet en ik heb nog zoveel plannen en ik wil nog zoveel doen. In je stoutste dromen, tegen dat je op pensioen gaat, wat heb je dan bereikt? Als je ooit op pensioen gaat, want... Ja, moeilijk, hè. Heel moeilijk. Ik hoef niet een hele grote winkel te hebben. Ik hoef niet... Ik hoop dat ik gewoon gelukkig kan sterven. Ja, ja. Op een of andere manier. En dat ik iets mooi achterlaat. Dat mensen zeggen, oh, het was een leuke plek. Ja. Oh, kijk, ik word er zelfs emotioneel. Ja, ik zie het. Maar nee, moeilijk. Ja. Dat je een beetje impact gemaakt hebt om de mensen in je omgeving... die bij de Sewing Loft kwamen. Ik hoop dat ik het stof van het naaien heb kunnen blazen. Ja. Eenmaal dat ik klaar ben. Ja. Ja.
voor u, je hebt dat daar straks ook zo wat aangehaald van oeh, dat naai of hè, zo wat opbollig en die, dat de mensen zo niet snapten, wat gaat dat nu doen? Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat dat voor u een heel belangrijke is om daarop in te spelen. Zo. Ja, want het was bij al mijn hippe vrienden en zo en collega's die zeggen, nou en allee. Je kunt toch nu de dag van vandaag naar een H&M, naar Zara, whatever. Hmm. En dan altijd dat typische grapje van, ah ja, in de naaikamer zie ik. Ja, en... Die zijn we allemaal beu geworden. Ja, maar ik snap niet zo goed waarom dat zo duf bestempeld wordt. Mm-hmm. Het feit dat je zelf voor het ingrediënten kan nemen en daar een fantastische maaltijd mee kan bereiden, daar wordt er wel naartoe opgekeken. Dat wordt er wel nog met een soort van, amai, die doet dat toch maar. En nou, dat is maar even in een soort van hoekje, ik weet niet. Ja. Ik vind dat niet fair. Nee, je hebt groot gelijk. Ja, fantastisch. Ik heb denk ik nog wel één vraag waar ik ook heel benieuwd naar ben. Daar straks zei je ook van, ja, ik ben La Maison Victor dan terechtgekomen. Je kon toen 2 jaar naaien. Mm-hmm. Kleine stress, ook veel opleidingen gaan volgen om jezelf te verbeteren. Ik weet dat daar bij de Burda ook iets gepasseerd is. Ja, ja. Wel, toen ik bezig was dus met het idee van de Sewing Loft, ik zeg, het is de eerste start met het idee, ik ga een webshop starten in bijberoep. Ah ja, want ik heb al nog wat tijd over bij mijn drukke job. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar dan dacht ik, ja, een webshop starten. Ik dacht van vandaag, het dat beter allemaal zelf wat in de hand hebben. Want als ik elke keer die technieker moet betalen voor een product erop te zetten, dat gaat niet meer redden. Dus ik ga zelf lessen volgen voor een site te bouwen en dat allemaal zelf te kunnen onderhouden. Maar dan, ja, is dat genoeg in een webshop? Nee, dat is ook lessen mee moeten combineren. Ah, mijn boekhoudster die zei toen in de tijd, maar ja... Huurt zo'n zaaltje af en zo'n beetje de gezinsbonte, zo type. Van, en je zoekt maar mensen. Maar ik dacht, nee, dat is het niet. Nee, daar ga ik niet mee beginnen. Als ik het toe doe, ik het goed. Maar dan dacht ik ook, ja, ik heb al wat ervaring. Ondertussen had ik al meer ervaring dan 2 jaar, uiteraard. Maar als ik wat zelfles nog geef, moet het wel goed onderbouwd zijn. Ik kan daar niet gaan staan en zeggen van, dat komt hier alleen maar uit mijn hobby. Dus zo ben ik lessen gaan volgen bij Burda. Burda lesgeefster geworden, was ik toen de eerste in België van. Ondertussen ook verder gedaan, geavanceerde Burda lesgeefster. Want eigenlijk is mijn passie in het naaien, is dat zo een hemd, een blouse, een hemdjurk. Dat vind ik fantastisch leuk om te maken. Dus daar heb ik me... verder in gespecialiseerd. Geen knoopsgatenstress dus? Nee, geen knoopsgatenstress, nee. Geweldig. Kei tof. Ik denk dat mijn belangrijkste vragen waren. Mm-hmm. Ik denk wel dat zo nog een klein aspect ervan misschien. Ja, toch? Ja. Toch? Ik zie altijd heel veel ambitie nu. Mm-hmm. En Ik heb je wel gevraagd om mijn stoutste dromen, waar heb je dan bereikt? Maar als je zo kijkt, korte termijn, mm-hmm. met de winkel of de workshops, zijn er zo grote dingen dat je zou willen realiseren? Oh, waar we nu mee bezig zijn, dat vind ik echt super tof. En ik denk dat we daar nog wel heel veel wat werk mee kunnen doen. Wat ik leuk zou vinden, is ook om bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met handmade business, om ze daar wat meer in te gaan begeleiden. Ik denk heel graag mee in concepten. Mm-hmm. Ik heb dat ondertussen ook al een klein beetje mee mogen doen bij Bohelie Stoffen. Mm-hmm. Nee, daar heb ik wat kunnen helpen. Dus ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Dat vind ik alvast heel leuk om te horen. En ik ben zeer benieuwd. maar ik denk dat ik voor ons twee spreek dat we hier in een nieuw avontuur gestapt zijn. Ja. Met superveel goesting. Mm-hmm. En allebei een klein beetje onze expertise, die op hetzelfde vlak wat terugkomt. Maar ik vind het altijd heel boeiend om u ook te horen spreken over uw corporate business ervaringen. Mm-hmm. En ik zie heel goed hoe dat bij u nu bijdraagt. Maar ik vind dat wel leuk om uw insteek daar eens over te horen. Ja, maar ja, dat is dan denk ik voor een andere aflevering. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ja, we hebben er al veel over gehoord. Ja, ja, ja. Super. Dank u wel voor deze nieuwe inzichten. Ja, bedankt. We gaan me bijna doen huilen, maar het is oké. Okay. Ah, ik ben het overleefd. Dat is goed. Bedankt om te kijken en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Bedankt om te luisteren of om te kijken. Weet, wij zijn er elke woensdag opnieuw met een nieuwe aflevering, dus...
Abonneer je zeker op onze podcast en ons YouTube-kanaal als je geen enkele nieuwe aflevering wil missen. Volg ons ook zeker op Instagram en Facebook. En we zien je heel graag volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering.